Kruis vandaag. We staan hier in het icoon in Vathorst. En vandaag is er een open dag van Scholen in de Kunst. En we gaan eens allemaal kijken wat Scholen in de Kunst allemaal te doen heeft voor u. En deze meneer, wat doet deze meneer? Deze meneer geeft les op de contrabas. Op de contrabas? Ik heb hier een hele kleine contrabas, een mini-contrabas voor de kindertjes. Oké. Want mijn eigen instrument is natuurlijk veel groter. Dat zijn die hele grote jongens, hè? Nou, laat eens horen wat je kan. Ensembles, bandjes, willen allemaal een bas. Het kan ook wel eens een basgitaar zijn of een tuba, maar contrabas is daar toch ook heel graag gezien in gasten. Eveline staan, potje. En dan gaan we met dit. Dit is een pipetje. Als je erin knijpt, dan doop je dit. Dan laat je los. Blauw. Blauw. Ik moest hem nog. We knijpen weer in het pipetje en we druppelen er weer wat in. Goed. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Enthousiast. Jij bent wie en wat doe je? Ik ben Harry Oosterbroek. Ja? Ik ben de slagwerkdocent, de drumdocent. Oké. Hier in het Tifon. Ja. En ja, hier is altijd belangstelling voor natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, op dag als deze is het een soort ballenbak. Hè? Ja. Alle kinderen willen wel eventjes met een paar stokjes achter het drumstel geluidjes ontdekken. Ja. Er zijn 200 leerlingen die slagwerk en drum doen. Echt waar? Nou, niet alleen hier, want we hebben hier de vestigingen. Er is heel veel interesse in slagwerk en drum. Ja. Zit er ook een nieuwe César van Zuiderwijk bij? Ja, die zit er tussen, ja. Ja, ja. Ja, César die is al 72, hè. Dus die moet vervangen worden. Die moet vervangen worden, inderdaad. Ja, ja, ja. We staan hier ook bij een hele bekende dansjuffrouw uit Vathorst. Of in Vathorst geef je in ieder geval dansles. Wie ben je en wat doe je precies? Ik ben Pauline de Jager en ik ben de eigenaar van Dansstudio Pauline. En dat is een hele grote dansschool die in Leusden en in Amersfoort, vooral Vathorst, heel veel kinderen dansles geeft. En dit zijn onder andere een aantal kinderen die les hebben. En wij zijn hier aan het optreden voor de Kids Market. Oké, nou ja, we zijn erg benieuwd. Wat voor soort dansen doe je? Nou, dit is eigenlijk een beetje showachtig. Wij zijn al aan het repeteren voor onze grote eindvoorstellingen in het theater. En dit zijn de pinkgroepen. En de pinkgroepen zijn een beetje de selectiegroepen. En ik heb een hekel aan selectiegroepen, maar dit zijn de pinkmeiden. Ja. En we hebben een wedstrijdgroep daartussen zitten. Dat zijn deze, Pink Dynamite. Die hebben ook morgen weer wedstrijd. Mm-hmm. En dit zijn de pinkies. En die hebben een beetje een clownsachtig, showachtig nummer. Ja. En hierachter zie je ook nog, ja... 70's, hè? Ja, 70's zijn in. Ja, kijk maar naar de toppers. Die staan ook in mei heel de arena in de disco-stijl te doen. Dus dat gaan zij ook doen. Ze hebben een prachtige zilveren laars. Ik weet niet of je het gezien hebt. Yo, man. Het is heel actueel natuurlijk, want het is een beetje een prinskapsel wat ik zie, hè? Ja, dat klopt wel, hè? Ja, ja. Maar prins is wel verdrietig. Ja, dat wel. Maar ja, goed. Ze kunnen een mooie performance ervoor opgeven. Gaan ze dansen? Ja, zullen we even wat laten zien? Ja, geweldig. Ja, oké, ga maar klaarstaan, jongens. Wat doet Lotte van der Rijst hier vandaag? Ik speel voor Frits. Okay. En dat leer je bij School in de Kunst? Ja, ik leer les bij Mieke. Nou, we zijn heel nieuwsgierig. Ik vind het een heel mooi instrument. Ja. En we zijn erg benieuwd wat jij daar al mee kunt doen. Wil je wat laten horen? Ja, is goed.
Hoi, ik ben Daan Leander. Vandaag studeer ik Vathorst. En wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn hier aan het dagelijken, een heel hard workshop. Alle meiden die krijgen een wieltje, dat is al week. En dan gaan ze leren hoe zij van deze leuke heel hard creaties maken. Dus ze zien dat ze zijn bijna druk bezig. En dat doen we ook met kinderfeestjes, dat is hartstikke gezellig. Lekker creatief bezig zijn. Oké. En ja, jij doet dus ook nagels voor anderen dan doen als nagelstudio, hè? Ja, klopt. Samen met mijn moeder, Lucie Wolters. Ja. Dus daar staat daar. Ja. En dan doen we natuurlijk ook voor moeders, andere dames, gel nagels, meer gel color, werken met OPI. Ja. Nou, nagels is wel een ding voor vrouwen altijd, hè? Ja. Hoe komt dat nou, denk je? Ja, gewoon een beetje tijd voor jezelf, zien we ook vaak. Ja. Ik vind het fijn om eventjes een eigen momentje te hebben naast de baan, naast de drukte van de kinderen. Even gewoon puur verwending, even zen, een kopje koffie erbij, een muziekje. En dat is alle aandacht op hun is gevestigd. En het is ook natuurlijk wel een fijn gevoel als alles netjes is. Ja. Het is ook veel met je handen als je iets aangeeft en kijk naar de nagels. Dus het is dan wel netjes. En als ik het zo zie, is het jong geleerd, oud gedaan? Ja, precies. Ja, ja. Ik ben Irma Vos en ik geef kruiswerkles en kopwerkles. En u ziet hier de instrumenten ook op de tafel, zodat mensen dat kunnen uitproberen. Ja. En is hier altijd nog veel interesse op dit soort instrumenten? Het komt steeds meer. Het is een tijdje nog niet meer geweest, maar de laatste tijd zien we zeer veel kinderen die op de blokfluit beginnen en daarna een ander instrument of lekker op die blokfluit blijven spelen. En ook dwarsfluit hebben we vrij veel leerlingen. Ja. Ja. Nou, ik zag van de week ook ergens, ja, ik weet niet meer waar ik was, maar daar gebruikten ze ook een dwarsfluit. Dat was geloof ik in de plaatselijke kerk hier. Ja. En dat was wel heel mooi, vond ik. Ja, dat zou heel goed kunnen. Mijn leerlingen spelen veel in dat soort vieringen en concertjes overal. Dus wie weet was dat een leerling van mij die hoorde. Dat zou zomaar kunnen. Vooral als ze zo mooi spelen. Ja, ja. Ja, en wat ook heel leuk was, want dat gaf natuurlijk ook nog wel weer iets van de week, was bij De Wereld Draait Door. En toen hadden ze het over George Baker. En dan het bekende deuntje met de blokfluit. Oh ja, nou ja, dat kan natuurlijk heel goed. Je kan op de fluit alle melodieën spelen die je maar wil. Ja. Nou, we zijn benieuwd wat je leerlingen al hebben geleerd. Ja. We gaan eens even horen. Pak je fluit maar eens even. Ik ben Laura. En jij? Oké, okay, nou hier komen ze dan, de nieuwe sterren. Laat maar horen. Thank you.